Dames en heren, jongelui. Namens het gemeentebestuur van Barneveld wens ik u vanuit het Schaffelaartheater een gezond, gelukkig en gezegend 2022 toe. Een jaar waarin we elkaar vast blijven houden en nog meer dan anders naar elkaar om blijven zien. Zoals we dat overigens in onze dorpen al heel goed kunnen. Fijn dat u kijkt en luistert naar onze digitale nieuwjaarsboodschap. We hadden u natuurlijk graag ontmoet om het nieuwe jaar samen te beginnen. Maar dat is niet mogelijk. Desalniettemin van harte welkom. En na mijn toespraak zal onze dorpsdichter Brigitte Veldman haar nieuwjaarsbijdrage graag met u en ons delen. Ik stapte vorig jaar in februari voor het eerst het gemeentehuis binnen. En ik heb de afgelopen tijd gelukkig, ondanks corona, toch heel wat inwoners en ondernemers mogen spreken. Ik ontmoet hier een relatief veilige gemeente. Een veerkrachtige samenleving met heel veel verenigingen, scholen en gemeenschappen die veel voor elkaar betekenen. Daarnaast 9 mooie dorpen met eigen culturen en tradities. Er is er 1 die me wel zorgen baart. Het gebruik van alcohol en drugs is hoog en risicovol, zeker voor onze jongeren. En daar gaan we dit jaar ook extra aandacht aan geven. In onze gemeente springt ondernemerschap er echt uit. Met tal van grote bedrijven die over de hele wereld actief zijn. Maar ook met heel veel zelfstandigen die elke dag in heel Nederland weer zorgen voor de levering van hun kwaliteitsproduct. Voordat ik met u vooruitblik op 2022, het pas begonnen jaar, wil ik toch van de gelegenheid gebruik maken u een hart onder de riem te steken. In het bijzonder onze inwoners die zijn getroffen door het virus of door maatregelen die nodig waren om verspreiding tegen te gaan. Iedereen heeft ermee te maken. En we kunnen er maar niet aan wennen. Onze samenleving lijkt wel een sterk elastiek. Soms wordt er hard aan getrokken en wordt het geduld op de proef gesteld. We zoeken steun en oplossingen bij elkaar. En als de spanning er wat af is, veren we terug en pakken we de draad weer op. Wat nu echter als het elastiek te vaak wordt uitgerekt, zoals we nu ervaren? Dan gaat de rekker uit en worden we moe. Of boos. Of teleurgesteld. En ik begrijp dat. Ik voel dat soms ook. Maar tegelijkertijd zien we dat het virus nog heel actief is. Dat inwoners ernstig ziek worden en zelfs overlijden. Dat de zorgsector overbelast is en reguliere operaties moeten worden uitgesteld. Ook die pijn ervaren we. En om die reden wordt de elastiek opnieuw gespannen. En ik doe een beroep op u allen om vol te houden en samen de schouders eronder te zetten. In ons gezamenlijk belang. Het afgelopen jaar gaat de geschiedenis in als een jaar van onzekerheid en beperkingen. Ook de mogelijke fusie met Scherpenzeel vroeg om ons geduld. Intussen richt Barneveld zich met volle energie op haar eigen toekomst. Er speelt hier immers genoeg. Zijn we vorig jaar de 60.000 inwoners gepasseerd? Visies op de toekomst voorspellen zelfs meer dan 80.000 inwoners. En daar moeten we ons dan wel op voorbereiden. Wat betekent dat voor wonen, voor werken, voor mobiliteit, voor ontspanning? Hoe gaan we de toekomst in met de grote opgaves van energie, water, stikstof, participatie? De omgevingsvisie is daarvoor van groot belang. En ik ben blij dat in de afgelopen maanden in onze dorpen zoveel mensen actief hebben meegedacht over die toekomst. Voor de gemeenteraad en het college is 2022 ook een bijzonder jaar. In maart brengen we onze stem uit voor een nieuwe gemeenteraad. Politieke partijen zullen de komende periode de spreekwoordelijke degens kruisen. Waar gaat het deze campagne over? Wie gaan de 33 zetels innemen? In de komende periode zal Barneveld zich ontwikkelen van een zelfbewuste gemeente op de Veluwe naar een krachtige speler in de regio. En het kan niet anders of onze politici hebben hier een eigen mening over. We wonen allemaal in het gemeenschapshuis
wat Barneveld heet. En in dat huis is plaats voor iedereen. Daar kennen we diversiteit en is ruimte voor verschil. Daar gaan we ook respectvol met elkaar om. Ik hoop dat we in dat huis waakzaam zijn en mild voor elkaar en fier op onze resultaten. Graag wil ik deze toespraak gebruiken om mijn waardering uit te spreken aan iedereen in onze gemeente die een bijdrage levert aan onze gemeenschap. En bijzonder veel dank aan alle vrijwilligers die elke dag weer voor ons gereed staan. Ik ben met vreugde nu bijna een jaar uw en jullie burgemeester. En ik hoop van harte dat ik ook in het nieuwe jaar dienstbaar mag zijn aan de gemeente en haar inwoners. In goede samenwerking met de wethouders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Voor mij persoonlijk geldt dat ik mijn taken hoop uit te voeren in afhankelijkheid van mijn schepper die mij naar Barneveld heeft geleid. Ik wens u en iedereen die bij u hoort oprecht een hoopvol 2022. Dank u wel voor uw aandacht en graag weer tot ziens. Zoektocht. Zoekend naar iets om hier uit te komen. Een toekomst om bij weg te dromen. Meer perspectief. Oh, ik mis je zo. Je was me zo lief. Niet op zoek naar jouw waarheid. Voor alvast. Meningen voet bij stuk. Zo verdeeld, soms zo ongepast. Zoek en ontvang die vriendelijke knik. Koop iets bij de lokale ondernemer voorzien van een grote strik. Verwen een ander met een afhaalmenu. Langzaam gegaarde shorttrip met Charlotte Jules. Zoek en vind die schaterlach van een vrolijk kind, oprecht en puur als de aardse schoonheid in de natuur. Paradijspad, Kootwijkerzand, Boeschoten, eeuwenoud en jonge loten. Geef geduld, liefde en een luisterend oor. Zoekend naar geluk zit in de natuur van mensen. Het helpt ons de toekomst door.